pogingen met dodelijke afloop is maar een heel klein deel van het totaal aantal ondernomen pogingen. Hoe leef je verder na een mislukte poging? Ervaringsdeskundige Frank Schaken interviewde 24 overlevers over hun suïcidale periode voor zijn boek 24 van de 100.000. En drie van hen doen bij ons hun verhaal. Ja, allereerst ontzettend dapper dat jullie hier zijn en je verhaal met ons willen delen. Eva, jij bent de jongste hier aan tafel, 24 jaar. Hoe moeilijk is het om je verhaal te doen? Ja, het ligt er heel erg aan ook wie er luistert. Kijk, ik heb mijn verhaal natuurlijk aan heel veel mensen gedaan. Aan mensen die heel dicht bij me staan, aan hulpverleners en ook aan Frank. En bij nog hem vond niet ik aan het televisie? Nog niet aan televisie. Nee. Het is een hele nieuwe ervaring. Dus ik weet niet. Ik moet eigenlijk hierna nog maar gaan zien hoe dit was eigenlijk. Ja, precies. Ja. Een paar jaar geleden nam jij het heftige besluit om een einde aan je leven te maken. Dat heb je geprobeerd. Mm-hmm. Wat was daarvoor de reden? Er was niet één reden. Er waren heel veel kleine dingen die meespeelden. Maar wat voor mij een grote factor was, was het verlies van de hoop eigenlijk. Ik deed een studie en daar liep het niet meer mee. En het kwam erop neer, ik kwam eigenlijk niet meer uit mijn bed, behalve voor de therapiesessies die ik volgde. En die liepen af. Want de therapie, dat heeft een bepaalde tijd. En die tijd die was aangebroken. Dan ben je uitbehandeld? Nou ja, niet uitbehandeld. Want dat klinkt gelijk alsof er niks meer met je te doen is. Maar het traject was zeg maar afgerond. En ze nemen al mijn vragenlijsten af om ook te kijken hoe het met je gaat. En mijn behandelaren zeiden tegen mij van, nou ja, we denken dat het wel goed met je gaat. En ik dacht van, nou ja, ik vind niet dat het goed met me gaat. En als de gespecialiseerde GGZ zegt van, oké, we hebben jou een behandeling gegeven en nu kan jij terug de wereld in. En ik lig alleen maar in mijn bed en ik denk, ja, mijn studie en het lukt me niet meer. En ik vind het echt leuk, maar het komt er gewoon niet meer uit. Ja, dan slaat de wanhoop toe. En dan wordt het ernstig maken genoeg om te denken, ik wil niet meer. Ja, zeker wel. Omdat ik al heel lang met depressieve gevoelens of problemen zat. En als je al zo vaak hebt geprobeerd om er wel iets van te maken en het lukt voor de zoveelste keer niet, dan wordt het toch wel heel verleidelijk om de andere kant op te gaan. Hoe is het nu? Nou, ik ben nu zenuwachtig, maar over het algemeen gaat het eigenlijk heel erg goed. Dus daar ben ik heel blij mee. Hoe kijk je terug op wat je hebt geprobeerd? Hoe lang is het geleden trouwens? Het was mei. Niet afgelopen jaar, 2 jaar geleden, ja. 1,5 jaar geleden, zoiets. Ja. Ja. Hoe kijk je erop terug? Ben je blij dat je hier nog zit? Ik vind dat altijd een gekke vraag. Ja. Want kijk, als ik het niet had overleefd, dan had ik ook niet blij kunnen zijn dat ik er nog zat. Dus dit is een soort van de enige optie, als het ware, in een universum waar ik nog besta. Dus dan kies ik ervoor dat ik blij ben dat ik nog leef, omdat deze poging mij heel veel gebracht heeft. Het heeft mij heel veel over mezelf. Ik heb erdoor heel veel over mezelf geleerd. Mm-hmm. En ik heb ook geleerd dat als je probeert iets van het leven te maken en het lukt niet en je gaat de andere kant op, dat geen makkelijke optie is. Nee, dat. Hoe was dat? Dat dat niet lukte? Ja, een teleurstelling. Want dan denk je, ja, dat kan dus ook al niet. Weet je wel. Dat is misschien een beetje gek, maar zo voelt dat wel. En dat heeft me ook besef van, die kant op leunen, dat doe je niet zomaar. Er gaat een heel proces, wat voor iedereen individueel is, maar er gaat een heel proces aan vooraf. In ieder geval, voor mij was dat zo geweest. En dat proces heb ik langzaamaan daarna kunnen ontleden en kunnen leren van, wat kan ik anders doen en welke factoren hebben hiertoe geleid en hoe kan ik ervoor zorgen dat het niet nog een keer gebeurt. Mm-hmm. Dus ja, ik ben blij dat ik er nog ben, want dat is het beste wat je kan zijn, zeg maar. Blij dat je er nog bent. En ja, ik probeer er het beste van te maken eigenlijk. Er is een zelfmoordpreventielijn, 0900 0113. Die kun je dus bellen als je kampt met suïcidale gedachten. Ja. Heb jij ze gebeld? Ja, ik heb ze meermaals gebeld. Ja. En heb je er iets aan gehad? Ja, dat wel. Dat wel. Op welke manier? Nou, jij vroeg net van je verhaal doen eigenlijk. En dat kan ook bij 1 in 3 heel erg. Als je echt op het moment zit van je weet het gewoon niet meer. Ik had het ook met mezelf afgesproken. Als ik iets wil doen,
dan ga ik eerst nog bellen en dan daarna dat laten bezinken, want dan ben ik zeker. Ja, dat had je van tevoren met jezelf afgesproken. Ja. Maar wat helpt aan 113 is dat je je verhaal kwijt kan en dat iemand kan luisteren en dat je er met iemand over kan praten. Daar gaat het boek dus ook over, ja. Dat je erover kan praten. Heeft jou geholpen ook om met Frank te praten? Ja, zeker wel. Omdat hij een heel... hij is als het ware een neutrale luisteraar. En ik kon mijn verhaal ongefilterd bij hem doen. Zonder dat ik bang was dat mensen dingen zouden vinden, zouden oordelen, heel erg zouden schrikken. Want daar ben je ook heel erg bang voor. Ja. En dat was misschien nog maar een half jaar nadat je het had geprobeerd. Dus toen was het hartstikke vers nog. Ja, klopt. Ja. Ja. Michiel, jij hebt je verhaal ook gedaan bij Frank. Ja, je werkte in de televisiewereld, flitsende carrière, maar je kampt met enorme dwanggedachten. Ja. Zo zwaar dat je een suïcidepoging hebt gedaan, maar die mislukte. Ja. 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 Waarom ging het mis? Die poging? Ja. Waarom mislukte die poging? Nou, dat kwam omdat ik mijn telefoon uit had gezet. En die zet ik eigenlijk nooit uit. En ik was eigenlijk al weken een beetje raar aan het leven. Ik was eigenlijk alles kwijtgeraakt al. Dus ja, mijn omgeving zag al van... het gaat niet echt lekker met die jongen. Zijn vriendin kwijt, zijn baan kwijt. Zijn huis moet verkocht worden, et cetera, et cetera. En ik kan me nog herinneren dat ik... het weekend voordat ik dus die poging op 8 januari 2013 wilde gaan doen... ik heel veel dronk en iedereen me eigenlijk al een beetje raar vond... inclusief mijn moeder en mijn broers. En mijn telefoon stond uit. En mijn jongste broertje woonde op dat moment bij mij in huis. Omdat ik mijn huis niet in mijn eentje kon betalen op dat moment. En die heeft toen mijn moeder ingeschakeld. En die hebben mij toen gevonden. Ja. Wat was hun reactie? Nou, ik sprak haar toevallig net toen ik hier naartoe reed er nog over. En ze gaf aan dat ze echt heel erg bang was om naar boven te gaan. Omdat ze eigenlijk wel door hadden dat... ik jarenlang een masker opgehouden en het nu opeens af was. En ik opeens dus gewoon echt een compleet gebroken jongen was... waar heel erg veel mee mis was. En dat besefte ik dus ook op dat moment. Ja. Ben jij blij dat je het overleeft? Ik ben heel blij dat ik het heb overleefd, ja. Jij hebt daar geen aarzeling over van... het had ook kunnen, het had wel kunnen lukken, die poging, en dan was ik niet meer geweest. Nou ja, de poging was zodanig of zodanig voorbereid. Alles was er. De afscheidsbrief was er. Die zou dan verstuurd worden op een later moment. Dat het niet daarvoor was. Zodat ik zeker wist dat, dat die brief wel aankwam. Ik zou dan met een auto het Amsterdam Rijnkanaal inrijden. Met cocaïne in mijn neus. Terwijl ik nog nooit cocaïne had gesnoven. Dus het was allemaal helemaal uitgedacht. Ik had zelfs mijn auto alweer bij de schade. Mijn auto had toen schade op dat moment. Die heb ik toen wel opgehaald omdat ik het zielig vond voor de meneer van de leenauto. Dat ik dan zijn auto zou gaan gebruiken voor... Maar goed, buiten dat, ik ben enorm blij dat ik daarna... want het is ook de start geweest van mijn hele nieuwe leven... waar ik vooral zonder masker kan leven. Waardoor je nu een glimlach eigenlijk zelfs hebt. Ja, ik vind het fantastisch dat ik... Nou, ik heb dan best lang in de televisiewereld gewerkt. Vooral Hilversum in Amsterdam. En was producer. Nou ja, dat is best wel een heftig beroep. En ja, je werkt toch in een wereld waar heel veel dingen ook geanceneerd worden. En ik zelf voelde me daar ook gewoon eigenlijk nooit echt veilig. Maar ik vind televisie maken nog steeds fantastisch. En ik heb nu mijn eigen stichting opgericht die ook televisie maakt. Maar alleen online, Stichting Out of the Box TV... En dat gaat alleen maar over mensen die allemaal iets te maken hebben... met ervaringsdeskundigheid op het gebied van een psychische kwetsbaarheid. Dus ik ben gelukkig, maar ik ben nog veel gelukkiger eigenlijk... door het feit dat ik in de donkerste periode van mijn leven... mijn huidige vrouw heb ontmoet. Een beetje jouw redding geweest. Die is absoluut mijn redding geweest. Je redde engel. Ja, echt serieus. Ik had dan ernstige dwanggedachten, die heb ik nog steeds. Is dat iets wat zij begreep? Nee, ik begrijp ze zelf niet eens. Dus. Maar zij kan ermee leven? Nou ja, het feit dat ik heel open ben over hetgeen wat er in mijn kopje omgaat... dat zorgt ervoor dat je eigenlijk niet anders kan... bij eigenlijk iedereen die ik spreek, dan dat je er maar mee moet dealen. En als dat niet gaat, want ik heb mensen verloren door die periode... Hè, mensen die denken van, nou, die rare jongen met zijn dwanggedachten... over agressie en seks en weet ik veel wat. Nou, hele ernstige dwanggedachten. Ja, dat
dat zij begrijpt het niet, maar zij accepteert het. En zij ziet ook dat ik eigenlijk die dwanggedachten zijn eigenlijk juist hetgeen wat ik niet wil. Mm. Want als het, anders was het ook geen dwanggedachten. Dan had ik ervan genoten, van dat soort... En dat is niet zo. Nee. Nee. Er wordt vaak gezegd dat een mislukte suïcidepoging ook een soort roep om aandacht is. Ja. Mag je dat zeggen? Ik vind dat belachelijk. Als je dat belachelijk zegt. Ja, ik vind dat echt belachelijk. Want hetgeen waar ik op dat moment echt niet mee bezig was, was aandacht. Sterker nog, ik wilde helemaal geen aandacht meer. Ik had geen zin meer om maar iets te doen. Ja. Eva, ik zag jou ook. Dat is niet zo, hè? Nee, ik vind dat heel pijnlijk om te horen. Ja. Tenminste, ik bedoel, ik kan alleen voor mezelf spreken. Voor mij was dat niet zo. Maar stel dat is wel zo, dan is dat toch ernstig. Ja. Dan is dat toch ernstig dat dat de manier is waarop jij zegt van, ik weet het niet meer, help me. Ja. Ik vind het zo roepen van, ze schreeuwen om aandacht, vind ik zo respectloos. Het is bijna stigmatiserend wat je daarmee gaat doen. Hè? En dat vind ik gewoon ook iets waarvan ik denk, waarom? Jongens, kijk eens iets verder. En dat is wat ik de laatste jaren ook gelukkig ervaar. Ja. Ik wil even naar Frank. U heeft het boek geschreven, 24 van de 100.000. Hoe komt het dat er zoveel pogingen mislukken? Want het schijnt zo te zijn dat er is een schatting, 260 mensen per dag proberen het. Ja. Dus aan het einde van deze uitzending heeft misschien ook iemand het geprobeerd. Dat zijn hele heftige aantallen. Ja. Hoe komt het dat het zo vaak niet lukt? Nou, mijn hypothese, want het is geen hard onderzoek, is dat het heel moeilijk is om jezelf effectief dood te maken. Dat is helemaal niet makkelijk. Je moet allerlei dingen achter elkaar in stelling zetten. Nou, wat Michiel zegt, ik was vergeten mijn telefoon aan te laten staan of uit te zetten. Dat komt heel vaak in die verhalen voor. Dat mensen iets doen waardoor net de laatste stap niet werkt. En zonder informatie, zonder toegang tot bepaalde medicijnen is het gewoon echt heel moeilijk om jezelf effectief dood te maken. En iets anders is dat, wat ook in het verhaal van Michiel zit, dat mij is opgevallen, een heleboel verhalen, gebeurt er iets waardoor de intuïtie van een familielid of van de betrokkenen zelf maakt dat het mislukt. Dus dat is een soort onbewuste. Dus een mensen heel die snel twee voorbeelden van. Nou, mensen, wat zijn geval mensen die opbellen. In mijn eigen geval, want ik heb zelf ook toen ik 20 was een poging gedaan, dat ik toen ik me voorbereidde om dat te gaan doen, was heel mooi weer. En ik liep door een binnenstad van waar ik studeerde. En ik kom langs een bakkerij en ik zie daar een grote etalage met roomtruffels. Dat vond ik geweldig lekker. Dus ik heb een hele grote zak roomtruffels gekocht. Heb ik allemaal opgegeten onderweg. En ben daarna pas die poging gaan doen. Als je maag zo vol zit met suiker, dan hebben die medicijnen nauwelijks nog invloed. Dus mijn onbewuste is mijn veronderstelling, heeft mij gered. En dat doordat is in sommige gevallen. Dat is in een heleboel gevallen komt dat in die verhalen dat je denkt, hé, waarom belt iemand ineens op dat moment? Ja. Zelfs mensen die letterlijk bellen en zeggen van, ik had het idee dat ik je nu even moest bellen. Ja. En dan is iemand bezig met een suïcidepoging. Maar het gebeurt natuurlijk ook vaak genoeg niet. Ja, tuurlijk. Ja. Koos, ik wil even naar jou. Je bent de oudste en deed op latere leeftijd een poging. Wat is er in jouw leven gebeurd dat je, ja, dat je denkt van, dit is de enige uitweg? Wat er in mijn leven gebeurd is, is dat ik op jonge leeftijd, toen ik 20 jaar was, heb ik een auto-ongeluk gehad. Veroorzaakt ook, waarbij mensen om het leven zijn gekomen. En wat daar eigenlijk toen gebeurd is, is dat de schuldvraag daaromtrent, de schuldvraag daaromtrent, altijd ontkend is door iedereen. Ja, dus ik voelde mij schuldig. Maar zij zeiden iedereen zei van, ja, dat kan gebeuren. En nou, er was geen drank of wat dan ook in sprake. Dus, en dat heeft ervoor gezorgd dat mijn zelfbeeld van, hey, ik kan dus mijn eigen keuzes niet maken. Nou, dat is heel slecht gegaan. Ik heb EMDR-behandeling gehad. Dat stond toen nog in de kinderschoenen. Dat is ook niet helemaal goed gegaan. En daardoor ben ik toen wel verder kunnen leven. En op een gegeven moment is het schuldgevoel en de pijn van het veroorzaken van een verlies van die twee vrienden is dusdanig hoog geworden dat het alles overheersen ging. Vervolgens gebeurde er niets. Dat was ongeveer 5 jaar terug. Ook nog een keer wat bij mij heftige emoties naar boven gebracht. En dat was heel vreemd voor mij, want ik kende eigenlijk geen emoties. Is dat een trigger?
Nou, het is iets onbekends wat je mee gaat maken. En, dus ga je onderzoeken van, hey, waar komt dat nou in één keer vandaan? Wat is dit? En dan kom je dus op het feit van, oké, dit heeft te maken met schuldpijn, et cetera. Toen zou ik in behandeling gaan. En net voordat ik in behandeling kwam, dus eigenlijk zelfs als Frank ook net zei, stond in één keer mijn zus voor de deur. En zat ik ook in één keer opgenomen. Ja. Het is dus mislukt. U heeft 4 kinderen. Ja. Zijn zij opgelucht? Hoe kijken zij er tegenaan dat hun vader hiermee kampt? Of kan ik überhaupt zeggen dat u er nog mee kampt? Ja, dat kun je zeker zeggen. Ja. De gedachten zijn er nog steeds. Het is een stukje van leven met. Ik weet dat er gedachten zijn en ik weet wat ik eraan moet doen om dat zo kalm mogelijk te houden. En uw kinderen? Mijn kinderen zijn ontzettend opgelucht hoe het gegaan is. En zijn nog steeds blij dat ik er ook nog steeds ben. Daar praten jullie ook goed banden over? Ja, ik ben daar altijd open in geweest. We hebben altijd ook aan hun meegedeeld van hoe het met me was, wat voor buik was, welke medicatie. Dus echt heel open, ook over mijn gedachtegang, waarom ik er niet meer wilde zijn. En daar begreep dan de kanttekening. Voor mij waren mijn kinderen, ook al hou ik heel veel van ze, geen levenslijn. Dus, geen reden om te blijven leven? Geen reden om te blijven leven. Is dat moeilijk voor ze? Dat is voor hun is dat best moeilijk, ja, tuurlijk, want daar hebben ze best een klap van gehad. Dat zullen ze nog steeds hebben. Als ze dit weer horen, dan is het ook automatisch zo. Maar ik heb het er wel met ze over gehad. En dan is het een kwestie van dat ze, en dat is dan een stukje liefde, denk ik, die ze naar mij dan ook, dat er ook één gezegd heeft van, ja, pa, ik vind het heel erg ellendig, maar als dit voor jou zoveel pijn meebrengt, dit leven, dan zou ik het wel snappen. Ja. Wow. Wel accepteren. Koos en Michiel, jullie zitten hier nu in om mensen die met deze problemen kampen te helpen. Wat kan je voor ze doen, Michiel? Wat kan je doen? Nou, wat ik vooral heel belangrijk vind, is dat het stigma en het taboe wat er heerst op het zodanig depressief zijn, of in de waar zijn dat je denkt aan zelfmoord. Ja, dat daar het vertellen doet vertellen principe. Dat is ook de reden waarom ik hier zit. Ik ben niet trots op mijn zelfmoordpoging. Waar ik wel enigszins trots op ben, is het feit dat ik er nu over kan praten. Mm. En dat wij elkaar Koos ken ik al wat langer. Even heb ik net gesproken en we hebben elkaar al wel online gevonden. En dat is eigenlijk al de kracht ook van het social media. Mm. En dat maakt het gewoon, ja, het open zijn, het vertellen doet vertellen principe. Het feit dat ik, en dan heb ik het niet alleen over mijn suïcide, maar ook over die dwanggedachten, want dat is er wel eigenlijk al vooraf gegaan. Het feit dat ik daar ook heel open over praat, zorgt ervoor dat andere mensen wellicht eerder herkennen dat ze gewoon in een hele moeilijke situatie zitten en dat het een diagnose is. Want is dat ook het belangrijkste wat je zegt tegen mensen die iemand in de omgeving hebben die kampt met suïcidale gedachten? Ga het gesprek aan, blijf praten. Ja, echt. Dat is echt het allerbelangrijkste. Maar ook raad iemand aan die diep in de problemen zit. Er zijn echt veel soorten groepen, praatgroepen, ervaringsdeskundigen, peer-to-peer contact noemen ze dat. En ga echt met die persoon samen op zoek. Dat werkt echt. Okay. Denk je dat er ook een taak is voor de politiek hierin? Nou, ja. Maar dat is een hele lacht. Een andere discussie. Één ding kan ik daar wel. Kijk, heel kort. Ja, heel kort. Het feit dat er vanuit de politiek wel aandacht is voor 113 bijvoorbeeld, is fantastisch. Maar er zijn nog veel meer initiatieven waarvan ik denk, als die nou net eens even wat meer aandacht krijgen, dan dat zou kunnen helpen. Ja, en dan ga je ook de GGZ-wachtlijsten misschien. Die gaan naar beneden. Dat is ook een van de dingen die trouwens in mijn boek wordt benadrukt. Kleinschalige, laagdrempelige initiatieven veel meer steunen. Allemaal, heel hartelijk dank dat jullie hier waren en jullie verhaal hierover wilden vertellen. Heel moedig, dank jullie wel. Dit was het Opeens voor vanavond. Morgen zit hier Keulen Knapel en Sel Groenhuizen. Tot morgen.